broodje apelink soep en ik ga vandaag voor jullie Turkse borek maken. Nou, ik heb hier alle ingrediënten klaargezet en ik ga ze even benoemen zodat je weet welke ingrediënten erin gaan. Ik heb hier heerlijke spinazie van de stadstuinderij. Dag, ik ben Theo, dus teeltcoördinator op stadstuinderij Piershaven. We staan hier in een van onze kassen waar we onder meer spinazie telen. Behoort tot de bladgewassen, is een relatief eenvoudig gewas om te telen en het wordt het hele jaar rond geteeld. We hebben hier een kasteelt, dat is in feite een vroege lenteteelt. De teelt kan het hele jaar, zowel de lente, de zomer en de herfst en de winter. Voor de winter heb je speciale rassen die minder vorstgevoelig zijn, maar wel enige bedekking behoeven bij vorst. Verder hebben we een lenteteelt, dat is de meest gebruikelijke. Samen met de herfstteelt, want die zijn het meest succesvol. Zomerteelt is ook mogelijk, maar dat is wat lastiger. Het grote probleem daarbij is dat het in de zomer relatief warm is, meestal in de laatste jaren helemaal. Waardoor het gewas heel snel door gaat schieten voordat het fatsoenlijk genoeg bladmassa heeft gemaakt. Wat verder misschien enige toelichting behoeft, is dat het een vrij hongerige plant is. Dus een beetje bijmesten is altijd wel prettig. Er gaat een beetje mozzarella in. We hebben feta. Ik heb gesneden uitjes alvast voorgesneden. Er gaan wat eitjes in. Roomboter. Dan heb ik wat kruiden. Knoflook, zout, peper, rasselnoet. En voor de leuk heb ik een beetje koelbieber. Dus een beetje pittige peper. En het belangrijkste is eigenlijk filodeeg. Nou, we gaan dit bereiden. Dus loop even mee naar mijn gasfornuis. Ik ga het vuur aansteken. Ik heb een leuke, lekkere grote pan. Als je die thuis niet hebt, ja, dan moet je de spinazie in wat kleinere stukjes, kleine postjes erin je pan doen. Want het slinkt natuurlijk ontzettend. Nou, je pakt olijfolie of een beetje zonnebloemolie. Ik pak bij deze lekker olijfolietje. Flink scheutje erin. Ik heb mijn olie warm gemaakt. Daar voeg ik de uien aan toe. Die doen we een beetje bakken. Daar voeg ik knoflook aan toe. Die pers ik er gewoon lekker in. Je kan het ook fijn snijden, maar mijn voorkeur is om het te persen, omdat het heel kort bakt. Ik voeg peper toe, rasselnoet. En een beetje zout. Voor de kleur is het leuk om een beetje pepertjes erbij te strooien. Nou, ik kan mijn spinazie in één keer toevoegen. Dat niet kan, dan doe je het in een paar keer. Dit smoor je een beetje. Zoals je nu ziet begint hij aardig te slinken en dit is eigenlijk voor mij voldoende. Ik ga hem nu in een vergiet doen en dan laat ik hem in de vergiet afkoelen, zodat alle vocht eruit komt. Nou, De spinazie die laten we wat uitlekken. Dan komt dus goed wat vocht aan vrij. En ik ga nu boter smelten, zodat we zo direct de filodeeg kunnen gaan klaarmaken. Mooi gesmolten. En dan gaan we laagjes filodeeg erin in een bak doen. Ik ga het laten zien. Ik heb hier filodeeg. Nou, ik heb nu dan toevallig nog een open bak ook liggen. Dus daar begin ik mee. Ik heb een bak en die ja, de roomboter natuurlijk. Ik smeer eerst de roomboter in de bak. En dan gaan we laagjes maken. Je doet laagje voor laagje.
Smeer je weer een beetje boter in. Heel soms doe ik het met een beetje olijfolie, dat kan eventueel ook. Maar ja, roomboter is wel gewoon heel lekker. Dan hebben we 2 laagjes nu. En je wil graag 6 lagen krijgen. Nou, dan is deze laag staat klaar en dan gaan we eigenlijk verder met spinazie. De spinazie hebben we af laten koelen. Er is een klein beetje vocht, je kan nog een klein beetje uitknijpen. Dan zie je dat er wat vocht vrijkomt. Doe je dat niet, dan wordt het filodeeg straks veel te nat. Nou, de volgende ingrediënten zijn 6 eieren. Die kloppen we los. Ja, je moet een beetje oppassen met zout, omdat we feta toevoegen. En je wil, de feta is heel zout. Dus je wil wel kruiden en lekker specerijen toevoegen. Je kan natuurlijk van alles uiteindelijk toevoegen wat je lekker vindt. Tijm en rozemarijn passen ook heel erg goed bij. Maar de zout wil je een beetje mee oppassen. Want veel zout zit al in de feta. Dus ik heb nu de feta door de ei gedaan. En ik heb hier mozzarella. Die doe ik ook door de ei heen. Dan klopt ik dan nog een beetje door elkaar. Nou, dan heb ik hier de bak waar net de schone en droge spinazie in zat. Daar doe ik nu de gebakken spinazie in. Nou, het is eigenlijk voor nu een beetje te warm. Maar... En hier ga ik nu de eiermengsel doorheen mengen. Nou ja, ik heb handschoenen aangedaan, zodat ik met mijn handen kan werken. Maar je kan het best normaal gesproken met een schepje werken. Zorg dat je het goed mengt. En dat de ei straks dan goed kan stollen als je het gaat bakken. En daardoor blijft dan het filodeeg ook krokant. Nou, dan ga ik het toevoegen. Ik heb hier dan het filodeeg. Ik doe het een beetje aan verdelen. En ik druk het een klein beetje aan. Zo. En dan gaan er opnieuw 6 lagen filodeeg overheen. En je moet altijd een beetje snel werken met de filodeeg, want het is nogal, het droogt nogal snel uit. Je drukt het een beetje aan. En je gaat weer met die boter aan de gang. Nou, ik heb hem helemaal, 6 lagen eronder, 6 lagen erop. En nu ga ik hem... afsnijden. Het is natuurlijk zonde van de rest. Maar het is zoveel, dus krijg je te veel lagen. Ik vouw hem een beetje erin. Zo. Nou, doe ik de laatste laag boter erop. Kan je er zwarte sesam, witte sesam, je kan er eigenlijk van alles doen. Nou, ik heb nu in de buurt, denk ik, alleen de witte sesam. Dus ik ga nu witte sesam een klein beetje overheen strooien. We gaan hem in de oven doen, 25 minuten.
200 graden. Het heeft 25 minuten in de oven gezeten. En dan hier het eindresultaat. Smakelijk.